Op een oude kaart is te zien hoe Loosduinen er vroeger uitzag. Via de Lozerlaan kwam je bij het Dekkershoekje op de Nieuwe Weg uit. Het huis op de Dekkershoek en de gashouder. Voor de aanleg van Kraaienstein en Houtwijk is er al veel gesloopt. De Westerstraat is er nog, met op de hoek het kruidenierswinkeltje. Via de Nieuwe Vaart kwamen de tuinders bij de veiling. Dit zijn wel hele oude plaatjes, maar als je over de Loobrug de Willem-Driestraat inkwam, had je aan de rechterkant de bewaarschool. Er schuin tegenover woonde dominee Van Loon. In de jaren 50 was op de plek van de aanleunwoningen en het bejaardenhuis nog een bedrijfsterreintje. Verderop in de Willem-Driestraat waren nog wat winkeltjes, oude huisjes en een sloot. Toen mocht dat nog en was het onschuldig. Aan de rechterkant woonden mensen nog in onbewoonbaar verklaarde hofjes. Als laatste werd de bewaarschool gesloopt om ruimte te maken voor het flatgebouw. Het stadhuis tegenover Lemkert is ook al weg. Gelukkig hebben we nog een tekeningetje. Tegenover het stadhuis was hotelrestaurant De Roskam. De gelagkamer en het restaurant. Er was ook nog een zaal met een podium, waar voorstellingen en feestjes gegeven konden worden. In de bioscoop mochten we heel af en toe op zondagmiddag naar een Roy Rogers of Tarzan film kijken. Schuin tegenover boekhandel Kroon verliet je de Cinemascoop. Langs Lemkert en het stadhuis kwam je in de Wilhelminastraat met aan de rechterkant speelgoedwinkel Tip Top. Eindje verder de Rembrandtstraat met de elektrische brood- en banketbakkerij De Duif. Tegenover de Rembrandtstraat werden de oude huizen afgebroken om plaats te maken voor de wijkverpleging en de winkel van Heistek. De gereformeerde kerk. In de Willem-Driestraat waren ook kleine winkeltjes zoals een sigarenboer, waterstoker en kruidenier te vinden. Thank you.
Uiteindelijk kwam je op de Monsterse Weg en Ockenburgstraat uit.